En er was reden tot vieren, want 1999 was een goed wielerjaar voor de Belgen. De wedstrijd werd gewonnen door Dave Bruylands, pas terug van het WK in Verona. Voor veteraan Adrie van der Poel was het zijn laatste wedstrijd op de weg. Geen Johan Museeuw of Wilfried Peters aan de start. Zij zegden in extremis af. Wel erbij Adrie van der Poel in zijn allerlaatste wegwedstrijd voor het nieuwe veldritseizoen. Ik denk ook daarom dat het eigenlijk niet echt speciaal is. Het is gewoon een wedstrijd die past in de voorbereiding op in het veldritseizoen. En ik denk dat het heel anders is wanneer je strak afscheid neemt, definitief. Zoals gewoonlijk een massa volk opgekomen voor deze sluitingsprijs. Ook veel renners, 172 in totaal, waaronder één Belgische WK-ganger, Dave Bruylands, al geeft hij zichzelf geen kans. Ik denk dat je een beetje snel moet zijn voor hier te winnen. Zo, ik denk eerder aan, aan de snelle mannen, zo Steven de Jong, Jan Skoerts en die mannen. Ja. Toch is Bruylands erbij wanneer op een 40 kilometer van de aankomst een kopgroep van 4 tot stand komt. Daarin ook zijn favoriet Steven de Jong van TVM, lottorenner Koen Beekman en de tweede Nederlander Koos Moerenhout. Zij fietsen een voorsprong van meer dan een minuut bij elkaar. Maar onder impuls van de ploeg van Gerard Bulus in dienst van zegekoning Wim Omloop nadert het peloton tot op 15 seconden bij het ingaan van de laatste ronde. Toch houden de vier stand en in de laatste kilometer demareert neoprof Bruylands. Niemand reageert en de 23-jarige Bruylands kan alleen naar de streep. De Belgen boekten knappe overwinningen in de klassiekers dit seizoen, dat mooi wordt afgesloten met een zege van de revelatie van het jaar. Het seizoen is heel goed verlopen. In het begin een beetje moeilijkheden gehad met de aanpassing, maar dan toch erdoor gekomen. Meer getraind, 11 kilo afgevallen. En daarna kon het feest in Putten echt beginnen. En de meesten zullen daar vanavond niet op een kilootje meer of minder kijken. Voetbal dan.